We hebben hier vanavond een bijeenkomst georganiseerd met verschillende wijkcentrums uit heel Almelo. En ook Aardorp was vanavond aanwezig, wat we heel fijn vinden. We hebben eind maart een bijeenkomst gehouden, omdat we gehoord hadden dat alle wijkcentra in Almelo gedreigd worden met sluiting. En dit vonden we natuurlijk heel erg vervelend. En we proberen mensen te mobiliseren om met elkaar in actie te komen om hier iets tegen te doen, want we zijn het er niet mee eens. Ik heb een collegevoorstel gezien, ik weet niet of u dat allemaal gezien hebt. Daarin wordt dus verwoord dat er dus een bezuinigingsopdracht ligt ten aanzien van welzijnsaccommodaties. En dat resulteert in een plan van aanpak, in een quickscan. En vervolgens, want dat boeide mij heel erg in dit verhaal, hebt u allemaal een vooraankondiging gekregen van een beschikking. Nou, wij zijn van mening dat nu op dit moment wat de gemeente doet, of wat het college eigenlijk doet, is iets opleggen aan de wijkcentra. En dat daar eigenlijk vanuit de bewoners of de gebruikers helemaal niet naar gevraagd wordt wat zij eigenlijk vinden. Wie van u heeft bezwaar gemaakt? Er wordt elke keer gepraat over burgerparticipatie en al die soort woorden komen voorbij. Maar ja, wat merk je daar nou van als gebruiker in het wijkcentrum? We hebben in ieder geval de neuzen allemaal dezelfde kant op. En we gaan dit krijgt een vervolg. In oktober gaan we weer om de tafel en dan hebben we een brief. En dan zullen we het college laten weten wat wij dus als gebruikers, als bewoners van de wijken vinden van... van de plannen, maar ook van waarom het zo belangrijk is, een wijkcentrum. Want er zijn heel veel verhalen van mensen die zeggen van, nou, dit betekent een wijkcentrum voor me. Dat komt nou helemaal niet in de stukken naar voren, zeg maar, van de gemeente. En dat is zo jammer. Nee. Denk je dat de raadsleden weten wat er leeft in de wijkcentra? Nou, ik zie eerlijk gezegd erg weinig raadsleden in de wijkcentra. Ik kom zelf regelmatig, zeg maar. Ik woon zelf op de Schelvos, dus ik kom veel in de Schelf, maar ook wel in andere wijkcentra. En ik heb doordat ik te veel kom, heb ik ook veel, ken ik veel mensen in de wijk. Veel ontmoetingen van oude mensen, jonge mensen, de peuterspeelzaal. Ja, je ontmoet daar mensen en dat is heel belangrijk. Het college is niet zichtbaar in de wijk. Wij hebben wel, tenminste ik weet dat er een wijkwethouder is. Maar ja, wanneer zie je die? Bijna nooit. Wat mij betreft gaat het helemaal niet om de centen of om het gebouw. Het gaat om het effect wat er leeft in die wijkcentra. Als je ziet wat daar gebeurt en wat daar ontstaat en wat daar waarschijnlijk in het verleden ook allemaal is ontstaan. Dat is misschien niet altijd zichtbaar of in cijfers te omvatten, maar er gebeurt gewoon heel veel op sociaal niveau. En als dat wegvalt, dan denk ik dat Almelo of in de wijken een groot probleem ontstaat. Een heel groot probleem.